Een van de eerste dingen die ik mag doen, is de auto uitgraven. Heel veel zin in. We zouden eerst met kunstaas gaan vissen met de boot, maar gezien deze omstandigheden, windkracht 4, volle bak sneeuw, gaan lekker ingepakt langs het water zitten. Gaan lekker doodhazen. Beetje lafjes, zoals we soms een beetje lopen te geinen. Maar hopelijk komt er wat moois uit, want ja, het meest ultieme is natuurlijk wel een hele dikke meter vangen terwijl je in de sneeuw zit. Dus dat gaan we proberen vandaag. Alles of niets voor die ene grote. Met genoeg kleding aan valt het best mee. Mooie plaatjes. Lekker wit landschap. Ja, lekker toch. Lekker. Wat een drama. Ja, kom maar. Nou, zo niet best vandaag. Vrij taai. Het is ook echt een water waar je echt voor één vis gaat. En we hebben net één aanbeet gehad. En die ging er helaas vanaf. Hopelijk zo meer. Flap. Een beetje een bijzonder dagje vandaag. Het begon heel koud, volop sneeuw. Ik kon er zien, moest ik mijn auto helemaal uitgraven. Sinds een paar uurtjes is de zon eigenlijk volledig doorheen gekomen. En dat zorgt er eigenlijk voor dat het best lekker is. Jasje kan open, zonnebril op om niet helemaal gek te worden van die zon die heel laag staat, maar constant in je ogen schijnt. Heerlijk eigenlijk. Het voorjaar komt eraan en dat willen we denk ik allemaal wel. We zijn vandaag een wat kleiner plasje gaan vissen, maar wel diep. We weten dat er gewoon grote snoeken zitten, alleen ze zijn gewoon heel lastig te vangen. We hebben echt geprobeerd om die ene grote er vandaag uit te halen. In de middag in één keer twee kort achter elkaar. Eentje ging er helaas af. Nou, eentje wist Jesper gelukkig te vangen. Fantastisch mooie vis. De vis ging net over de meter heen. Maar dat geeft dan een beetje aan dat dit soort wateren, dat is ja, alles of niets. Er komen weinig kleintjes uit. En als je een aanbeet hebt, dan is het vaak een grote. Het is geen makkelijke visserij. Maar goed, de omgeving maakt ook een hele hoop goed. Wat we meestal doen als we zo gaan vissen met aasvis is, we zitten niet met dobbers, maar we zitten vrij statisch op de bodem. Zoals je dat ook bij karpenvissen ziet. Wat we daar vaak voor gebruiken zijn onder andere sardine en haring. En meestal gebruik ik haring. En waarom haring? Haring is heel vet. Ze zijn vrij groot. En daarnaast, ze meuren ook verschrikkelijk. Ik kan het iedereen afraden om zo'n haring in je auto te laten liggen. Het is mij een keertje overkomen en het is echt een verschrikkelijke stank. Dit is nog een redelijk klein maatje. 25 à 30 centimeter. En wat we meestal doen is dat we één dreg, de voorste dreg, in de staartwortel doen.
En de achterste terecht die doen we meestal een paar centimeter van de kop af. Die snoek pakt hem meestal toch zo, dus heeft hij eigenlijk altijd wel een terecht te pakken. Op het moment dat we die terecht heel ver bij de kop wegzetten, zorgt ervoor dat je een gat in het midden houdt. Ik kan het kort laten zien. Zorgt ervoor dat je een gat in het midden houdt. En dat wil je niet hebben. Dat is eigenlijk de basisconstructie. Geen geklooi meer dat hij lekker mooi horizontaal in het water hoeft te hangen. Dat is allemaal niet nodig als je de bodem presenteert. Hij ligt gewoon plat op de bodem en maakt de presentatie in dat opzicht niet heel veel uit. Ik heb ook met kleinere dreggen geëxperimenteerd. In ons geval maakt het allemaal geen ene donder uit. Gewoon lekker lomp vissen. Helemaal hier. We zitten wel bij wat structuren in de buurt. Een talud bijvoorbeeld maakt het heel lastig. Nou, dan is een van de belangrijke dingen die je moet doen, is gewoon met zwaarder materiaal vissen. Zware onderlijnen, stevige dreggen. Als je vis haakt, hengel in dit geval hoog houden en vooral blokken. Zorg dat die vis niet naar het obstakel kan zwemmen. Nou, dan is het gewoon belangrijk dat je super degelijk materiaal hebt. Het is in ieder geval een mooi dagje geweest. Zo. Volop zon, mooie vis gevangen. Eentje schoot helaas los. En kunnen barbecuen. Dat is ook niet onbelangrijk. Want wie kan nou zeggen dat hij in Nederland in de sneeuw in februari gaat barbecuen? Ik in ieder geval wel. Dus het laatste uurtje. Het gouden uurtje. Hopelijk komt er nog wat uit, maar... Dit soort dagen is het altijd spannend.